Welkom op mijn kanaal. Ik zal het snel even uitleggen. Ik maak dus video's. Ik weet niet wanneer. Het komt maar gewoon online en uiteindelijk verzin ik wel een tijd. Ik ben Charissa, ik ben 10 jaar. Ik heb een lang verhaal achter deze tand. Daar zal ik ook nog een keer een video over maken. Maar dit wordt een beetje een knutselvideo. Want we gaan deze superleuke knuffelbedjes maken. Ik kan even niet op het woord komen. Ik heb er ook al een. Ik zal hem even laten zien. Dat is deze hier zo. Ik heb hem helemaal mooi versierd. En wij gaan deze dus namaken. Ik heb hier trouwens nog één. Ik had er nog 4. Maar die heb ik aan mijn broertje gegeven omdat hij 8 kleine knuffels zit. En er past er maar 2 van in één bed. Dus we gaan deze maken. Geef deze video natuurlijk alvast een like. En abonneer op mijn kanaal zodat je meer video's kan gaan bekijken. En laten we beginnen. Let's go. Dit is de onderkant van mijn bureau. En ik ga laten zien wat we hiervoor nodig zijn. Ik heb hier zakdoekjes. Deze ben je niet nodig voor het maken. Maar dit doe ik er gewoon onder. Dit wordt dan 1 stuk van een kussentje. Maar omdat ik maar 1 knuffel ga gebruiken, wordt dit een stukje. Dit is gewoon een vierkantje. En dit is een rechthoekje voor 2 personen. Ja. Dit heb ik trouwens gemaakt van zakdoekjes. Even dat jullie het weten. Wat ze eigenlijk echt gaan gebruiken voor het maken. Is gekleurd papier. Plakband of lijm. En een schaar. Goed, dan ga ik nu de kleur kiezen. En ik weet al waarvoor ik ga. Ik ga lekker voor groen. Ik ga het 1 keer voordoen en dan ga ik er denk ik nog 2, 3 of 4 bij maken. En de bedoeling is dat je nu eerst 16 hokjes gaat vouwen. Dus dat ga ik even doen en dan kom ik zo bij jullie terug. Zo, het is me gelukt. 16 hokjes. En dan pakken we onze schaar erbij. En we knippen. Kijk, ik zal het even laten zien. Je papier heb je gewoon. En dan knip je het eerste hokje. Ik ga je niet uitknippen. Je knipt alleen dit stuk. Dit knip je niet uit. Anders dan heb je uiteindelijk geen hokje meer. En dat hokje moeten we wel bewaren. Dus je knipt het zo alsof je stroken gaat maken. Maar je laat er dus gewoon alleen de buitenste 2. En dat doe je dus ook aan deze kant. En zorg er echt wel voor dat je de lange kant dan hebt. Anders dan... Ja, dan... Hoe heet dat? Anders dan wilt hij... ja, je kan het ook wel... Ik heb hier trouwens een mislukte. Kijk, want dan heb je hem zo. En dan moet je hem dus zo gaan vouwen. En dat vind ik minder mooi, omdat deze kant dan uitsteekt. En ik vind het alleen maar mooi als het aan de voor- en achterkant een beetje uitsteekt. Ik dacht eens terug. Ja, dus we hebben het nu goed. En dan pakken we ons plakband erbij. Ik pak het eerste sneetje plakband al. En dan doen we deze naar de binnenkant. En we plakken. Oh. Oh nee. Oepsie. Nou, hij zit goed, maar omdat het hier nog heel los zit, gaan we nog een plakbandje doen. En dit mag een wat langer stuk zijn. Ze mogen allemaal wel lang zijn. Zodat het gewoon extra goed blijft zitten. Maar ja. Nou, hij zit vast. En nu ga ik de andere 3 kanten nog even doen. Oh ja, trouwens. Alles wat ik hiervoor nodig heb en waar je het ook wel kan kopen. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Maar dat zet ik even in de beschrijving. Ik kan nu wel gewoon even door laten lopen. Want ik bedoel, ik ben toch bijna klaar. En het kan trouwens ook wel zijn dat je een keertje 2 plakbandjes nodig hebt. Maar dat is alleen maar goed, want dan word je alleen maar steviger van. Ja, ik ben dus bijna klaar. Ik hoef nog maar 1 kant te doen. Ik laat de camera gewoon even verder lopen. Nou, de camera gewoon de telefoon eigenlijk. Want ik film met mijn telefoon, dat wel. Ik mag geen echte videocamera. Maar ik ben ook nog maar 10. Ik ben trouwens 2 jarig, dus daar ga ik nog een video special voor maken. Ik ga even lekker vloggen. Ja, ik maak dus vlogs, knutselwerkjes, maar hij is klaar. En dan doe je daar, ik pak even een andere. Ik vind de blauwe gewoon echt heel mooi, dus ik ga deze pakken.
Ja, deze doe je dan zo. En dan moet dit die voorstellen. En dan, ik doe altijd even zo met het dekentje. En dan vouw ik ook de bovenste zijde. Als ik hem krijg. En ik vouw ook de bovenste zijde. Want dan kan die heel mooi zo. Nou, ik heb dus het groene beetje afgemaakt. Ik ga er toch maar één maken, denk ik. Nee, ik heb alles uitgelegd hoe het moet. Je plakt gewoon deze kant uiteindelijk vast. Ik heb ook wel lijm. Alleen die lijm moet 2 dagen drogen. Dus dan kan ik pas woensdag weer vloggen. En daar heb ik nooit zoveel zin in. Omdat ik woensdag altijd een heel druk dag heb. Want ik heb en gym en school. En dan ook nog dans. Nee, wacht. Dans is donderdag. Maar dan maak ik me klaar voor dans. Dus ik ga er nog eentje maken. En ik zet de camera uit. Dus tot zo allemaal. Ver geknipt. Ik ben zo bij jullie terug. Nou, kijk hoe mooi mijn haar is gelukt. Nou, hij is af. Mijn nek doet ook allemaal pijn. Ik had net te ver geknipt. Dus er zaten 2 hokjes en dat moet je gewoon echt niet hebben. Maar ja, het is me gelukt. Ik zal ook nog even laten zien hoe dat licht hier komt. Want ik heb natuurlijk hier een prachtige kerstboom al van staan. Want ja, het is misschien wel 5 december, maar ik vind geen pakjesavond meer. Nou, hopelijk vonden jullie deze DIY heel erg leuk. Doe dan even zeker een duimpje omhoog. En zoals ik al aan het begin van de video zei, abonneer op mijn kanaal. Dat zou super vet zijn. Ik zal nog wel een goede naam verzinnen voor ons. Voor de familie dan. Ik ga onder die niet nadoen met de onderfamilie. Nee. Ik noem het nu gewoon familie. Maar het wordt uiteindelijk gewoon al mijn abonnees. Ja, en dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei doei!